Een goede avond, dames en heren. Het is 8:15 en het is het vierde nachtje op rij van mij. Ik ben aardig naar de kloot, zoals je ziet. Het autootje is propvol geladen. Trolley heb ik mee. Dus ik ga de auto even uitpakken. Dan ga ik 200 meter naar de stek lopen met de trolley. En pas een mooie vis van 12 kilo deze stek gevangen. Toen had ik geen voerboot mee. En in de ochtend haalde ik mijn lijnen toen op. Toen zat er bier aan. Bier! Dus ik heb eigenlijk wel vertrouwen in. Toen wel gevoerd, nu niet. Maar we gaan er gewoon voor. Ik ga mijn hengeltjes klaar maken. Ik ga eerst nog eens even lekker 200 meter lopen met de trolley. Ik zie jullie zo aan de waterkant. Zo, trolley is ingepakt. Het was de bedoeling om weinig spullen mee te nemen. Dat is aardig mislukt, zoals je kan zien. En we gaan even keihard er tegenaan. 200 meter lopen. Strijden als een motherfucker. Zo jongens, aangekomen op het stekkie. Kijk, mooie stek. Vorige keer had ik daar zo mijn vis bij de lelies. Ik ga nu ook een hengeltje hier ietsje erachter zetten. Zodat ik ook goed naar die lelies kan vissen. En dat ging eigenlijk heel best met die trolley. Helemaal niet zwaar joh. Dus dat is goud. Gaan we vaker doen. Beter dan die fucking car. Maar ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. We gaan even knallen. We gaan even knallen. Jongens, we gaan knallen. We gaan een bak vangen. Let's go. Nou jongens, we vissen vandaag weer met de hot tuna van Nash. Nieuwe bol. En ik heb hem gesookt in een Scopex Squid Dip. Het is niet normaal hoe erg die bolies uitlekken. Heel je klauwen zitten er gewoon onder. Ik ga eens even een goed gesookt zoeken. Ja, dat is zeker. Het is echt bizar. Dus die doen we er lekker aan. Stoppen eruit. Bogie er aan. Vis eens een keer met een andere haak. De brute haak van Nash. Een vrij nieuwe haak. Een assortiment nog nooit gebruikt eigenlijk. Maar je hebt een wat bredere bocht als de Feng X. En daardoor pakt hij meer vlees en kan je wat harder drillen. Hier bij de lelies vind ik dat toch wel fijn. Voor de rest gewoon een standaard online 20 centimeter, stukje poetie, shocksteam, inline loodje. Ja, dat gaat hem doen. De voerboot, eigenlijk het enige wat je echt doet is, je legt je loten in via de onderkant van de boot. Die leg je in het hoekje, dan gooi je het aantal voerden in wat je erbij wil hebben. Ik doe ook nog een beetje bollen breken, handen zijn er toch al mega smerig. En wat een geur je hiervan afkomt, die zijn blij dat je er niet bij zit. Maar dat vinden die karpers lekker, hè? Het begint allemaal bij de geur. Dus je ziet heel mijn klauwen worden rood, jongen. Het lekt eruit als ik weet niet wat. En dat is een goed teken. Nou, dan doe je gewoon je richtje er zo bij. En ik doe er nog een klein beetje hennep bij. Om extra snel een aanbeet te forceren. Kant en klare hennep, helemaal goud. Zo jongens, mijn andere hengel ga ik met een Ronnie rig vissen. Kijk eens even dan. Ik loop met een Feng X haakmaatje 4 en een baitscrew. Pop-up die ik vandaag gebruik is de
Nash Citrus 18 mm. En dat is helemaal goud. Dan doe je zo. Bloep, bloep, bloep. En dan zit hij. Het haakje is nog vlijmscherp. Hier een lekker stukje poetie. En dan zal ik jullie zo even laten zien hoe die in het water staat. Dat is juist een mooie functie van de Ronnie Rig. Dat hij echt alle kanten wat hij maar wil kan opdraaien. Dus eigenlijk als een vis een pad is de theorie dat hij altijd haakt. Dus ja, dat is helemaal goud. Perfect. Zo, richting nummer 2. Dus ik zei de Ronnie Rig. Hele pak hennep eroverheen. Echt lekker veel. Niet te zuinig, jongens. Ik zal jullie eens even wat nieuw speelgoed van ons laten zien. Ah, speelgoed. Het is juist speelgoed om speelgoed te beschermen. Kijk eens even. De fishing guard is een systeem om, je raadt het al, je hengels te beveiligen. 3 sensoren met een ontvanger en een lamp. Ja, is toch helemaal top. Fantastisch. Ja hoor, dames en heren, het is weer zover. Het welbekende fenomeen. Chitter de Brasem, koning is back. Niet eens op de Ronnie Rig, op de Snowman. Ja, wat is dit kut. Ik lag net te slapen. Gaan hem ontwaken en de hengel terug varen. Let's go. Hele goede morgen, dames en heren. Kijk eens even wat een parel ik in het net heb gekregen. Hij is sterk, jongen. Maar het is erg bizar. Allebei de kanten een rijen. Oh. Hey Tom. Helemaal lekker. Heerlijk. We gaan hem even op de foto zetten. En zijn er blij mee, jongen. Heel sterk. Echt bizar. Sterk verhaal. Sterk verhaal. Een sterke drill. En harde run. Ah, op de Ronnie Rig, jongens. Ik ben er helemaal blij mee. Jullie zagen waar ik hem neerlegde. En prachtige vis. We gaan even op de foto zetten. Het is 6:30. Dus net aan licht. En ja, op de een of andere manier krijg ik dit jaar, denk ik, 3 op de 5 runs. Dus 5 uur en 7 uur. Echt bijna al mijn vissen vang ik rond dat tijdstip. Dus ja. Wel raar, maar toch mooi. Dus je kan lekker uitslapen en dan word je wakker en gelijk een vis. Wat is dat lekker. Heerlijk. Ah, jongens, even kijken of de camera goed zat. Hè? En de haartjes goed. Dat zijn natuurlijk 2 belangrijke dingen. Nou jongens, wat is dit een prachtige vis. Echt bizar. Helemaal een puntje gaaf. Ik moet je even kijken dan. Wat ben ik hier blij mee. Erg bizar mooie vis. Helemaal rijden beide kanten. En echt pas mijn 2e of 3e rijen die ik vang in mijn leven. Wietse die is ook echt al 2 rijen dit jaar. En zo'n parel is bizar. Super hard gevecht. Ik had er nog veel groter verwacht. En ik ben er zo fantastisch blij mee. Moet je gewoon heel even kijken naar dat patroon alleen dan. Voor mij echt een hele oude vis. Want er is hier nooit een uitzetting gedaan. Als ik zo goed ik weet. En dan zit er toch zo'n parel van de spiegel tussen. Ja, dat is prachtig. Ik ga even de andere kant laten zien. Die is net zo prachtig. Oh jongen, moet je even kijken dan. Bizar. Echt bizar wat een mooie vis dit is. Ik denk dat ik dit jaar nog nooit niet zo'n mooie vis heb gevangen. Ik had pure schoonheid. Helemaal blij mee natuurlijk. 6:30 weer. Weer in de ochtend. De ochtend is me goed gezind dit jaar. En heel de nacht heerlijk kunnen slapen. Ik moet zo meteen weer aan school. Dus het komt er helemaal niet verkeerd uit. Echt super blij mee. Heerlijk. Nou jongens, de strijder mag terug. Wat een vis, joh. Het is echt bizar. Ja,
Nou jongens, die prachtige vis kan weer terug. Nou jongens, ik zal even uitleggen met wat voor systeem ik de vis heb gevangen. Het is gewoon een ledclip loodmontage met een leader van zo'n 20 centimeter. Maar het mooie aan dit systeem is, ik heb hem eigenlijk verbeterd. Dat betekent dat ik onder deze tungsten mesh tailrubber de leader over de loodclip heb geschoven. En dat zorgt er dus voor wanneer je een aanbeet hebt van een vis, dat... nu is het loodje eraf gevallen, maar het maakt niet heel veel uit. Want het gaat om de werking van het systeem. Dat de vis die schudt met zijn kop. En stel je zou lijnbreuk hebben, dan kan hij zoveel lijn nemen tot het punt waar de lijnbreuk is geweest. En dat zorgt ervoor dat de vis eigenlijk alles verliest. Behalve de onderlijn met de wortel. En dat is natuurlijk wat je wil hebben. Ik zal binnenkort wel een video maken hoe je dit voor inlijn en voor een ledclip montage kan maken. En zoals je ziet. Het is gewoon belangrijk dat de vis niet met meters draad in het water blijft zwemmen en alleen met de onderlijn. Dus deze stack, heel veel lelies, bomen, alles onder water. Dus zorg er dan gewoon voor dat je vis veilig vist. En zo zorgen we dat alle karpers mooi en perfect kunt gaan blijven, jongens. Nou jongens, zoals je kunt zien, er staan twee sensoren aan. Je kan deze plek maar van één kant bereiken, dus ik heb er maar twee aangezet. Dit is een sensor, super goede kwaliteit. En dit is dan de lamp, die gaat ook branden wanneer er iemand door de sensor loopt. Dan gaat deze, dit is de ontvanger, 100 meter bereik. Die gaat lopen blaffen, of je kan zelf instellen welke standje je wil. Die gaat blaffen of een piepgeluid maken en die lamp gaat dan branden. En dat moet ongewenste klanten afschrikken, wat een topsysteem. Het is inmiddels 7:30 en ik ga starten met opruimen. Teetje staat er rustig bij. Engeltjes liggen er rustig bij. En ik moet zo weer aan school. Opruimen en gas geven. Nou jongens, dit is dan het einde van de sessie. Super mooie spier gevangen. Kort nachtje gevist maar. Dus ik ben daar helemaal blij mee. Nou, wat ik ga doen met deze video is dat ik nog een sessie op deze stek ga vissen. Ik vind het een heel mooi stekje. Ik kan het mooi bereiken. Niet te ver rijden voor mij. Dus het worden twee sessies in één video. Dus jullie zijn nu pas halverwege. Hoe goed is dat? Hoe geweldig. Super. Ik ga naar huis. En dat is vol. Lekker man. Nou jongens, zakkie ligt er weer. In, altijd je afval ruimen. We blijven het zeggen.